Er was eens een meisje en ze heette Sneeuwgebitje. Ze stopte veel tijd in het verzorgen van haar tanden en die waren dan ook zo wit als sneeuw. Ze woonde bij haar stiefmoeder die uit onzekerheid over haar uiterlijk steeds aan haar make-up spiegeltje vroeg: spiegeltje, spiegeltje in mijn hand, wie is de mooiste van het land? Dat ben jij. Je bent zo mooi. Je ogen, je haren, je roze wangetjes, je nauwkeurig geëpileerde wenkbrauwen. Maar terwijl de stiefmoeder genoot van het goede leven, ging haar schoonheid, zoals dat gaat, met stappen achteruit. Sneeuwgebitje daarentegen zorgde goed voor haarzelf en werd met de dag mooier. Dus toen de stiefmoeder maar weer eens vroeg: spiegeltje, spiegeltje in mijn hand, wie is de mooiste van het land? Ik moet toch echt zeggen, Sneeuwgebitje. Wat? Ja, ze heeft zo goed voor haar tanden gezorgd dat ze nu zonder twijfel de mooiste glimlach heeft van het hele land. Wat zeg ik? Van de wereld. Nee, van het universum. Het heelal, de kosmos en omstreken. Haar glimlach is zo mooi. En terwijl de stiefmoeder daar zat te zwoegen in haar woede, kwam er een verrot plan in haar op. Meisje, sta je nou weer die mooie tandjes van je te verzorgen? Ik heb iets lekkers voor je meegenomen. Arme Sneeuwgebitje zag het leven niet meer zitten. En uit pure wanhoop ging ze aan de snoep. Omdat ze vroeger nooit gesnoept had, kwam al dat suiker en de kleur- en smaakstoffen nogal hard aan bij Sneeuwgebitje. Hallo Alice, welkom in Wonderland. Maar ik heet Sneeuwgebitje. Nou, zou je beter Moddergebitje kunnen noemen. Dat is niet grappig. Sorry, maar wij zijn hier om je te vertellen dat schoonheid zoals jij het ziet een illusie is. Het is een materialistische projectie van de media die met een onwaarschijnlijk modebeeld van anorexische supermodellen met paintbox gebleekte tanden inspeelt op onzekere zieltjes als jijzelf. Wat we willen zeggen is: laat jezelf gaan, baby. Het is de tijd van Aquarius. Een tijd van geven, een tijd van leven. Lucy in the sky with diamonds. Purple haze. En kom van dat dak af. Oh, ik ga oud.